De leiding van de Nationale Assemblée zal regels stellen voor bezoekers van het parlement die boven in de zaal plaatsnemen. Het publiek mag binnenkort niet meer over de balustrade leunen en het filmen met een mobiel zal goed in de gaten worden gehouden. Dit deelde DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons gisteren mee nadat VHP-parlementariër Mahinder Yogi aandacht vroeg voor de veiligheid en de privacy van assembleeleden tijdens de vergaderingen. De aanleiding hiertoe is een video die via social media wordt verspreid, waarin te zien is hoe Aziz Kumar Gayadin geld telt tijdens een vergadering. Fractiegenoot Yogi vindt dit een kwalijke zaak en vroeg aan de voorzitter om duidelijkheid te geven hierover. Enige tijd geleden hebt u, of u hebt dat meerdere keren gedaan, hebt u de aandacht gevraagd van de mensen die buiten zitten, voorzitter, boven zitten, dat ze niet hangen hier, voorzitter, maar ook heel voorzichtig zijn met hun camera's en laptops en zo, voorzitter. Voorzitter, en ik wil de vraag stellen, voorzitter. Voorzitter, ik wil de vraag stellen hier en dat de leiding van het parlement rekening houdt, voorzitter. En de vraag is namelijk, hoe veilig wij als parlementariërs zijn in deze vergaderruimte, voorzitter? Worden wij gadegeslagen, voorzitter, door personen met camera's, zonder camera's, voorzitter? Worden wij bespioneerd? Het is duidelijk wat u vraagt. Wat is de grens, het ethische, ja, voorzitter? Ja, oké. Simons kon zich terugvinden in het punt van Yogi. Ze liet weten dat de leiding van het parlement mogelijkheden bekijkt om verandering te brengen in deze situatie. Het aangehaald dat ik zo goed mogelijk probeer, en ik heb het ook soms in de microfoon gezegd, dat de mensen die boven zitten, dat ze rekening mee houden dat ze niet over de balustrade hangen en vooral niet met hun camera's, niet alleen om uw privacy, maar vooral ook omdat iets uit uw hand kan vallen en dan komt het op uw hoofd terecht. En vandaar dat er wat maatregelen zijn getroffen en er al enige tijd een verzoek ligt bij de Griffie om, zoals dat in andere parlementen ook het geval is, als de zaak zo dichtbij is, om net als in de boksen toch wel een glazen of mica-rand te zetten, zodat we niet het risico lopen dat iemand iets zet op de rand en het valt op uw hoofd, dat bijvoorbeeld. En kijk, in andere parlementen zien we dit ook, dat er boven bezoekersruimte zijn, maar die zijn veel grotere zalen. Dus waar de bezoekersruimte begint, is een eindje achter de leden, is een arena type. Dus we hebben inderdaad dat probleem en we kijken ernaar, Lidjogi. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons gisteren in het parlement. Ze deelde mee dat er gedragsregels zullen komen voor bezoekers die boven in de zaal plaatsnemen.